Ik geloof dat we in geïnstalleerd zijn. Nou, mooi. Dat is een hele klus. Ja, niemand de deur in. Ja, niemand de deur uit. Ja. Nou. Zitten we dan? Nou, welkom bij deze tweede bijeenkomst. Ook mogelijk mensen die de live uitzending op Facebook bezien. We zijn een beetje laat begonnen wegens installatieproblemen, maar goed. Beter nooit dan later dan nooit. Dus dit is de tweede bijeenkomst. De eerste was een soort inleiding. Daar heb ik Dieter Bergman, dat is in Amsterdam, maar het Elisabeth Vrede huis hier echt geïntroduceerd, naar de naamgeving. Ook iets over Herbert Witselman gezegd. Ja. En ook dat deze lezingen aangekondigd zijn als een bijdrage aan het eeuwfeest van de Antroposofische Vereniging. Die is in 2023 100 jaar oud. En ik wil dat kort samenvatten, maar iets erbij zeggen. We hebben een aantal ook onderwerpen beroerd. Toen ik die video zag ik zo'n kale achtergrond. Ik heb het nu een beetje verrijkt met dit beeld van mensenrepresentant. Met daaronder de laatste spreuk van die meditatie. Er zijn drie stroven die gericht zijn aan God de Vader, God de Zoon en God de Geest. En dan komt de vierde, misschien kan ik even voorlezen. In de tijdenwending trad het wereldgeesteslicht in de aardse wezenstroom. Nacht donker was uitgewerkt. Daghelder licht straalde op in mensenzielen. Licht dat verwarmt de arme herdersharten. Licht dat verlicht de wijze koningshoofden. Goddelijk licht, Christus zon, verwarm onze harten, verlicht onze hoofden, dat goed worden wat wij uit hoofd en harten groeien, wat wij uit hoofden doelbewust leiden willen. En dat wordt vaak voorgelezen. Maar dan kan je afvragen, ja, wat er daar staat, dat goed worden wat wij dus uit harten, gronden en hoofden leiden worden. Wat is dat? Wat moet er goed worden? Nou, ik denk dat daarmee bedoeld wordt, want dit werd tijdens die kerstbijeenkomst voorgelezen, daar werd die antroposofische vereniging heropgericht. Dus ik denk dat waarschijnlijk, of wel men er dan zeker in kan zeggen, ja, dat deze oprichting, deze heroprichting goed mogen worden. Ja. Ja. En meestal wordt dan deze spreuk gezegd, maar er wordt niet bijgestaan, ja, is het eigenlijk wel goed geworden? Deze heroprichting. Nou, er zijn vele mensen die zeggen, ja, het is helemaal niet goed geworden. Het is zelfs helemaal niet gelukt. Er zijn ook ex-leden die zeggen, het is onherroepelijk mislukt. Het moet iets anders verzinnen, maar als je dan vraagt, ja, wat kan de mensen ook niet precies? Nee. Dus het stroomt eigenlijk niet. Zeg
Het stroomt niet. Het stagneert. Nou, ik heb de tweede keer heb ik een paar aanwijzingen gegeven wat daar eigenlijk mis is gegaan en hoe het verder nog toch verder zou kunnen gaan. Oh. En ik heb van het kruis van de kerstbijeenkomst gesproken. Dat verticale, dat Woerden Steiner zei jullie aan het bestuur, jullie hebben maar één taak en dat is de statuten te realiseren. Daar staat alles in wat het bestuur ooit zal doen. Je kan daar volledig op beeld scheppen wat het bestuur ooit zal doen. Maar we weten wat we nu aan het bestuur hebben, want we hebben die statuten. Dus hij geeft eigenlijk de statuten als een soort criteria waarmee je de handelingen van het bestuur kan meten. En ik heb ook gezegd dat die statuten eigenlijk een ideeel evenbeeld zijn van dit mensheidsrepresentant. Want die statuten, die structuur, die dynamische, hebben een dynamische driegeledingsstructuur van een naar buiten gaan van een imago van de ambtenaarsvereniging, dat willen we doen. Dat staat in het eerste statuut. Gezelschap, dat is eigenlijk niet vereniging, de antroposofische gemeenschap of genootschap wil een vereniging van mensen zijn, een vereniging van mensen, een mensenunie. Geen Verenigde Naties-Unie of Verenigde Staten, Verenigde Europa, Europese Unie of wie heet het anders, maar een mens eigenlijk de eerste, eigenlijk een mensenunie die er gesticht is op aarde. Die als doel heeft, dat heet het dan, het verzorgen van het zielenleven van enkele mensen en de samenleving op basis van de ware kennis van de geestelijke wereld. Nou, dat is het eerste statuut, principe. Nou, en dan krijg je dus ook een aantal statuten via die naar binnen gericht zijn, die allemaal met mensen te maken hebben. En daartussen, hoe kunnen die mensen die doelen bereiken, heb je rechtsorganen nodig. Wat van een van de belangrijkste is, dus de ledenvergadering, maar ook die statuut nummer 8, de centrale beschermingsparagraaf. Ja, en ik heb ook verwezen naar een boek van een vriend van mij, Reto Andrea Savodelli, die een trilogie heeft geschreven over Witselman, waaronder een essay waar hij zegt dat de 9 van die statuten niet meer actief zijn, van afstand zijn. Dus je ziet dat ook, die statuten hebben een drieledige vorm, een dubbel midden tussen twee polariteiten, en dat heb je dus hier ook. Je hebt een dubbel midden en een polariteit Lucifer boven en hier Ariman beneden. Eigenlijk is alles uit die kerstbijeenkomst, zelfs het kutje aan het gebouw, het tweede gebouw, kan je zien als een driegeleding. Want je hebt een, maar het heeft ook verband met de grondsteenmeditatie. Naar buiten treden is de Geisterschauen, Geisterschauen, dus kijk je in de verte. Naar binnen treden, Geisters en binnen, dat zijn die mensen. En dat, tussen dat Geist bezinnen is altijd een bezinnen, is altijd een afweging tussen verschillende opties. Nou, dat, zelfs het eerste, tweede, ik bedoel het tweede keertje in Annabas, als jullie er geweest zijn, dat heeft een, in de westerkant heb je een uitlopende lijn, die loopt naar beneden. De noordkant is steil, helemaal steil. Dat gaat in de diepte, dus dat is Keizerinnen. En die beide zuid- en de noordkant, die zijn gelijk. Zie je, daar heb je dus ook dat idee van een grondplan, architectonisch. Zelfs als dit, zelfs als statuten. Dus alles een compositieprincipe van de hele kerstbijeenkomst en drieledeling in verschillende vormen. Maar goed. Daarom is het ook een groot kunstwerk. Ja, het is volgens mij is het het grootste kunstwerk, sociale kunstwerk van de 20e eeuw, maar onvoltooid.
niet mislukt, maar het is nog niet gelukt. Zo moet je dat zien, denk ik. Nou, dat is een beetje achtergrondinformatie ook waarom ik dit hier dus uitstel. En dus we hebben ook het, ik heb iets gezegd over het Wilhelm Instituut, dat die tekst heeft uitgegeven. En ook, ik heb aangekondigd die vertaling van die drie lezingen aan het einde van 1922 over verhouding kustgemeenschap Amsterdam-Vereniging. En dan is op 30 december 1922, 31 december, is dan over, het gaat over geestelijke communie, de kosmische cultus. Dat komt dus, ik hoop het, zo niet volgende week dan, als we een bijeenkomst hebben. Of dan daarna, want op 29 is mijn 82e geboren, verjaardag. Kan ik op die verjaardag een geschenk geven. Dan zal ik niet alleen maar die drie lezingen, maar waarschijnlijk ook. Want later in Stuttgart, op 27 februari, gaat hij uitgebreid praten, Rudolf Steiner, over de omgekeerde cultus. Dus er zijn twee cultussen die hij bespreekt, hè? De omgekeerde cultus en de kosmische cultus. Het zijn twee cultussen de kosmische cultus is hoe je, het is eigenlijk, je kan het bijna, ik ben er nog niet helemaal zeker, maar ik ben er nog aan het bezinnen, dat die verticale opgave om die statuten te realiseren, dus een bewustzijnsvorm te scheppen, een schaal voor de inwoning van het Ontoposofia, dat te maken heeft met de kosmische cultus. En dat die andere, dat horizontale, waar de Ontoposofische Vereniging zich moet verbinden met andere organisaties, dat misschien te maken heeft met omgekeerde cultus. Want dat omgekeerde cultus heeft te maken met het ontwaken van de ziel en geest van de ander. Dan zegt hij, dat heeft de Ontoposofische Vereniging nodig, dat de mensen daar ontmoeten bij het lezen van een ontoposofische tekst of het bespreken daarvan. En dat ze daarbij zich openen en dat daardoor ook een geestige wezen zich kan melden, kan uiten. En dat daardoor ook in de geestelijke wereld komt. Maar dat zouden dus die verschillende ontoposofische organisaties met elkaar moeten doen. En dus een soort netwerk verbinden. En daardoor ook, en dat zegt ook Rudolf Steiner over de kosmische cultus. Ik heb er ook aangevoerd. De toekomst van de aarde veiligstellen. Weet je? Een hele ongelooflijke uitspraak. Dat je door zulke cultussen de toekomst van de aarde veilig kan stellen. Nou, dat hoop ik dan in die tekst. Want het zijn allemaal maar voorlopige gedachten. Ik ben er niet helemaal zeker van. Ik ben nog over mediteren. Ja. Misschien een aanleiding om ook nog verder na te denken. Ja. Ik wil nog iets zeggen over die groep. Als er leden zijn, hallo. Van de nieuwe groep heet het, Nieuwe Christendom. Die Facebookgroep. Nou, sommige mensen denken, dat is ook wel vaker, ja, en ook leden zeggen, ja, dan komt die kelder weer met zulke gedachten. Waar haalt hij die in godsnaam vandaan? Waarschijnlijk, maar dat zijn niet mijn gedachten, dat zijn van Rudolf Steiner. Ik probeer Rudolf Steiner te begrijpen en verder te voeren. En is het nou zo dat hij dus in Nederland voor het eerst dat die term Nieuwe Christen heeft gebruikt? In Arnhem, 18 juli. En dat is, dat kan je nu lezen in dit
deze tekst, boek, Karma Onderzoek 3. En daar heeft hij, maakt hij een paar voorbemerkingen, kanttekeningen. Want het is de eerste keer dat hij naar Nederland komt en in Nederland is nog helemaal niks van de kerstbijeenkomst. Dus hij zegt daar, ik heb daar het voorzitterschap opgenomen. En de boeken worden ook, de esoterische voorgaven, die worden allemaal publiekelijk. Ik heb daar ook over gesproken, die morele beschermingsparagraaf, dat in al die esoterische voordat het onstuimig moet zijn, dat is een morele bescherming. En daar heeft hij het ook over. In het begin van die lezing. En daarom zegt hij, zal er een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de algemene antroposofische vereniging, die in de toekomst een geheel openbare vereniging zal zijn, zodat ook de sukri, dat zijn de sukri, die reeks voordrachten, zoals met kerstmis bekend werd gemaakt, voor iedereen te krijgen zullen zijn. Ze kunnen er buiten gaan. Met de erbij behorende clausule, die een soort ideële spirituele beperking inhoudt. Dus het is die verbinding van buiten en binnen. Daarom is het ook centraal nummer 8. 8 is. En die, en dat is ook de achtergrond van die lezingen die we nu gaan beginnen. Waar Rudolf Steiner, waar Witselman dus zegt, het ontbreken van die centrale paragraaf is een verschending van de nieuwe mysterie. Die vereniging van naar buiten treden naar binnen treden, was er een boekenbesluit, en hij legt het dan verder uit. Vernietigd eigenlijk. Dus, en hij zegt, ja, het bestuur, zijn collega's, hebben zelf hun ondergang besloten, zegt hij zo. Heel, heel radicaal is hij. Zeg ik ook in de inleiding. Mag ik wat vragen? Ja, natuurlijk. Want het boekenbesluit heb je vorige keer ook vaker die term genoemd. Voor mij is dat onbekend, zeg maar, wat er dan is gebeurd, zeg maar. Ja. Want je hebt wel verteld dat de statuten dus uitgehaald zijn, maar is dat dan het boekenbesluit? Ja. Hij heeft het in die voordrachten alleen maar wat het betekent dat die verbinding behouden wordt. Maar voor de leden en in het Gurdjian Nachtrichtenblad, het Ledenblad, heeft hij twee essays geschreven. Die staan hier eens als aanhang. Daar legt hij nader uit wat het precies inhoudt. Oké, okay. Dus daar gaan we nog mee aan de slag. Ja. Oké, okay. Heel goed. Okay. Ja, kijk, er zijn heel veel dingen die ermee samenhangen, maar goed, ik kan het er naartoe verwijzen. Ja. Maar goed, maar dan moet je dus ook zeggen, ja, waar staat hij dan hier in het boek? Ja, staat helemaal niks. Nee. Okay. Dus die voorwaarden die Rudolf Steiner zijn, morele bescherming, die is er niet. Niemand had er beter iets van, wat ze zeggen. Boekenkwestie. Niemand in Nederland die kijkt een beetje, ja, wat is dat boekenkwestie? De uitgevers weten het ook niet, die weten maar niks. Dus we hebben in Nederland eigenlijk, want Rudolf Steiner wilde, dat is het Gurdjian, die Vrije Hogeschool, die ook bekend werd gemaakt, publiekelijk, die boeken zou uitgeven. En die zou dan, want er staat, dit zijn manuscripten van de hogeschool, voor de leden. Niemand kan daar een oordeel over hebben die niet de voorkennis heeft. Die kan je hier krijgen, maar ook elders. Je kan ook elders doen. Maar we gaan niet in discussie met die mensen. Maar dat hebben ze eerder wel gedaan. Ja. Met verband met het boek, met de racisme kwestie. Er was een schooljuf of een juf in Zutphen die zei vrije scholen zijn racistisch, Rudolf Steiner is een racist. En daar zijn ze mee in gesprek gegaan, terwijl die vrouw helemaal niets wist. Van, die zei alleen maar, ja, omdat daar geleerd werd, legers hebben rode lippen, of grote lippen, hè, dat is racistisch. Nou, dus het is helemaal fout gegaan. Dus, maar in Nederland worden die boeken niet door de hogeschool uitgegeven. Die hogeschool, als je vrije hogeschool hebt in Nederland, dan bedoelt men de vrije zogenaamde hogeschool die
Lievegoed heeft gesticht in 1971, maar die helemaal niks te maken had met die vrije hogeschool in Doornach. En die nu, die bestaat ook nog in Zeist, die hebben een mooi pand, maar die hebben alle verbindingen met hoe het daar en antroposofie verbroken, ook sinds weet niet wat. Dat is de VVDA, die laat ideologische veren los, ze doen ze dat bij de antroposofen, die willen autonoom zijn. Maar het is gewoon versplitsing. Ja. De Rudolf Steiner wilde een eindelijke constituering, hij wilde een soort antroposofisch bolwerk oprichten om weerstand te bieden tegen de grote tegenstander van nieuwe kunst, dat zegt hij hier ook. En dat is het nieuwe Arabisme. En dat heeft met de Arabieren alleen maar historisch iets te maken, dat de Arabieren begonnen met de materialistische wetenschap. En daar zal ik ook dan iets voor gaan lezen, allemaal nog als inleiding. Maar goed, wat betekent, maar dat ga ik even hier voorlezen, wat Rudolf Steiner dus zei over het nieuwe christendom. Want hij zegt, ja, in die voorbemerkingen, er moet een hogeschool, moet erin komen, die hogeschooltekening. En hij zegt ook, aan de andere kant moet er van hen die lid willen worden van de hogeschool verlangd worden dat ze in het leven optreden als echte representanten van de antroposofische beweging en dat ze handelen in overeenstemming met het esoterische bestuur aan het WTA. Dat is ook zo'n punt. Rudolf Steiner heeft geen opvolger genoemd, dus hij heeft eigenlijk die leiding behouden. Dus als je dus lid van die vrije hogeschool wil zijn, dan zijn er een heleboel mensen in Nederland, dan moet je handelen in een overeenstemming met het werk of het wezen van Rudolf Steiner. En dan zou je dus die aantekening van de hogeschool in het boeken moeten zetten. Maar dat doen ze dus niet. Dus je hebt. En dus Rudolf Steiner wil dan van dat nieuwe christendom die schaal vormen. En dat, die schaal is dus ernstig beschadigd. Maar goed, dan ga ik even hier die tekst voorlezen op pagina 155. Waar hij het over nieuwe christendom heeft. Alles wat hier in de fysiek zintuiglijke wereld gebeurt, heeft zijn voorgeschiedenis in geestelijke wereld. Niets gebeurt hier in de stoffelijke wereld wat niet eerst op geestelijke wijze in de geestelijke wereld is voorbereid. En nu komt het belangrijke. Nou, dat zegt hij. Wat in de 20e eeuw hier op aarde plaatsvindt, als een samenstroom van al aantal mensen in de antroposofische vereniging, is in de eerste helft van de 19e eeuw voorbereid doordat de zielen van de mensen die in hun huidige incarnatie in grote getallen samenstromen, in het geestelijk gebied verenigd waren, toen ze nog niet naar de fysiek zintuiglijke wereld waren afgedaald. En in de geestelijke wereld is er toen door een aantal zielen gemeenschappelijk een soort cultus gehouden. Een cultus die de bron was voor het verlangen dat opkwam in de zielen die nu geïncarneerd in de antroposofische vereniging samenkomen. En wie de gave heeft om zielen in hun lichaam te herkennen, die herkent ze als zielen die met hem, met die cultus, hebben samengewerkt in de eerste helft van de 19e eeuw, toen in de bovenzinnelijke wereld machtige kosmische imaginaties zichtbaar werden, die voorstellen wat ik zou kunnen noemen het nieuwe christendom. Dus, die herkennen als zielen die met die cultus hebben samengewerkt in de eerste helft van de 19e eeuw, toen er in de bovenzinnelijke wereld een machtige kosmische imaginatie zichtbaar werden, die voorstellen wat ik zou kunnen noemen het nieuwe christendom. Dat waren toen, zoals nu hier in hun lichaam op aarde, zielen verenigd om voor zichzelf uit te datgene wat ik kosmische substantie en kosmische krachten zou willen noemen, tot realiteit samen te voegen
wat in machtige beelden kosmische betekenis had en wat het voorspel was van wat zich hier op aarde als leer, als antroposofische werkzaamheid moet voltrekken. Ik zou zeggen, verreweg de meeste antroposofen die hier bij elkaar zitten, zouden als ze deze feiten doorzagen tegen elkaar kunnen zeggen, ja, wij kennen elkaar. Wij zijn in de geestelijke wereld bij elkaar geweest en samen hebben we in een bovenzinnige cultus machtige kosmische imaginaties gehad. Maar alle zielen die in de eerste helft van de 19e eeuw bij elkaar waren gekomen om voor te bereiden wat op aarde antroposofische beweging zou worden, al die zielen bereiden in feite voor wat ik steeds weer genoemd heb, de Michaelstroming, die de laatste derde deel van de 19e eeuw is opgekomen en die de belangrijkste geestelijke inslag in de moderne ontwikkelingsstroom van de mensheid vormt. Nou, dit is toch al wat. De belangrijkste geestelijke inslag in de moderne ontwikkelingsstroom van de mensheid. Michaelstroming, van Michael, de weg bereiden voor zijn aarts-hemelse werkzaamheid. Dat was de taak van de zielen die toen bijeen waren. Nou, en dan heeft hij, deze zielen echter waren ertoe gebracht om bijeen te komen door alles wat er met hen gedurende lange, lange tijd, gedurende honderden, bij vele duizenden jaren, was gebeurd. En bij die zielen kunnen we in de hoofdzaak twee groepen onderscheiden. De ene groep heeft in de eerste eeuwen na Christus het christendom doorgemaakt, dat in de tijd in Zuid-Europa, ten dele ook in Midden-Europa verbreid was. En dit christendom hadden de gelovigen, in dat christendom hadden de gelovigen nog een voorstelling van Christus als de grote goddelijke afgezant die van de zon naar de aarde is afgedaald om voortaan onder de mensen te werken. Als de grote zonnegod werd min of meer goed begrepen deze Christus door de eerste christenen in de eerste eeuwen beschouwd. Maar dan heeft hij daar nog een andere stroming en dat noemt hij, dat waren de ketters. Nou, dat hoort er eigenlijk niet meer zozeer bij. Die twee verschillende stromingen die dat nieuwe christendom op aarde moesten voorbereiden. Maar hij onderscheidt ze ook in Aristotelici en Platonici. Rudolf Steiner was de grote Aristoteles. Die gaf dan maar de eerste aanzet. En toen zei hij aan het einde van de eeuw, dat noemde hij de culminatie van de antroposofie, zou de Platonici komen om dat te verdiepen. En ik heb ook gisteren vele keer gezegd, ik beschouw Herbert Witsemann als een van deze grote Platonici, die in allerlei gebieden, op allerlei gebieden de antroposofie heeft verdiept. En ik heb genoemd bijvoorbeeld de deugden van Blavatsky en Steiner, maar ook bijvoorbeeld over de mysteriespeler van Rudolf Steiner heeft die lezingen, vier boeken, commentaren gegeven, hè? Over de sociale triegeleding of spraakwetenschap. Maar ook vooral, en dat is dus heel belangrijk, over dat omgekeerde cultus, het ontwaken aan de ander. Daar heeft hij ook vaak over geschreven, boeken over geschreven. En hij heeft zoveel geschreven dat je daar een hele hogeschool over kan bouwen. Hij heeft ook over de idee en werkelijkheid van hogeschool gesproken. Heb ik ook vertaald. Het staat op internet. Idee en werkelijkheid van een vrije hogeschool. Ja, nou. Goed, dat is dus het nieuwe christendom. Maar Alanus Apintus wordt hier ook gesproken. Als de leider van die Platonici. Nou, ik zal eventjes, ik zal misschien de volgende keer het wel voorlezen, maar ik zeg het even uit mijn hoofd. Hij zegt, de grootste tegenstander van het nieuwe christendom is dus het nieuwe Arabisme. En het oude Arabisme, dat kennen we uit weet, want alles zegt daar ook, het Arabisme is een
is de verschijningsvorm van de islam. En hij zegt, Arabisme is eigenlijk een luciferische aangelegenheid. En de god die de islam aanbidt, Allah, is eigenlijk een Arimanische schepper. Allah is eigenlijk een gevallen Elohim. En die worden exousiai genoemd. En er is een boek van Katharina Barker over, ik heb het al genoemd verlede keer. Ze heeft een trilogie geschreven, die Katharina Barker in het Duits, over Tuin van de Hemelse Vreugde van Jeroen Bosch in het Duits. En het tweede deel heeft een hele bijlage geschreven over Allah, die komt voor in dat beeld. En dan zegt het, is eigenlijk iemand die zich tegenover God de Vader heeft gesteld. En geeft ook aan waar Rudolf Steiner over, daarover gesproken heeft, maar het is moeilijk te vinden. Maar het is de geestelijke kracht die de materialisatie van de wereld vordert. Zonder die kracht zouden we niet vermaterialiseerd zijn. Dus het is in zekere zin nodig, want alles. Het is niet zomaar gegaan. Die antikracht, die Allah als een. Die is voor een zekere periode toegestaan aan God de Vader. Om uiteindelijk na vele eonen zich met God de Vader te verenigen. Het is een diepgaand theologisch, christofisch vraagstuk. Maar, dus hij zegt ja. Dat zijn die twee grote tegenstellingen die zich afspelen. Nou, en ik heb ook gezegd dat die Arabische natuurwetenschap, aangevuld door allerlei Europese geesten, Francis Bacon, etc., in de 19e eeuw tot een hoogtepunt is gekomen, dat die. En Ellis zegt hij ook dat die hele natuurwetenschap met een theorie van atomen, het is duivels is zelfs, een demonologie, zegt hij. Hij noemt ook de huidige materialistische wetenschap de anti-antroposofie. En dan zeggen de mensen, ja maar jullie zijn anti-wetenschappelijk, helemaal niet. Antroposofie wil zelfs wetenschap zijn, maar die atomistische ideeën, dat zegt Rudolf, dat zijn de theorieën, dat zijn helemaal die liggen. Daar is geen grondslag van een waarneming. En dat zijn, Ellis zegt hij ook, de atomen zijn onwaarneembare waarnemingen. Die bestaan wel, maar de gedachtenvorming daarvoor. Elke waarneming heeft een bijbehorende gedachte. En dus je ziet nou die. We hebben er weer een paar dagen geleden weer een verheftiging, een verscherping van die maatregelen ondervonden. En dat wordt steeds iets strakker onder de nek gevoerd. He, vooral van die mensen die zich niet willen laten vaccineren, voor wat voor reden dan ook. Maar dan wordt er allerlei indirecte dwang, maar dan worden er bijna gedwongen als je werkt. He, dan kom je er bijna in, zou eigenlijk een kluisenaar moeten worden. Als je dat niet meer wilt doen, of je moet, zoals ik een bejaarde zijn, dan kan een beetje thuis blijven. Of een eigen bedrijf. Ja, een eigen bedrijf, vreselijke beslissingen sta je daarvoor. Ja. Nou ja, er is een Scandinavische antroposoof, Are Torensen. Are, A-R-E Torensen. Die is helderziend. En die zegt, ik heb twee keer, ik kan hem ook niet op Facebook, maar op BitChute, geloof ik heet het. BitChute is er een interview met hem.
Maar die zegt, en dat, toch vind ik het een beetje onverantwoordelijk. Neem gerust maar dat COVID-19 vaccin. Je moet het verchristelijken. Maar ja, niet iedereen is in staat om dat te doen. Weet je, dat is kan heel makkelijk zeggen, maar het is, ik vind het een beetje onverantwoord, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel ja, hij geeft dan indicaties hoe je dat moet doen. Maar ik wil alleen maar even erop wijzen dat fijn, want dat zijn ook wel dingen die ons bezighouden, juist ook in deze tijd. Hoe ga je daarmee om? En wij hebben dat eigenlijk ook, hè, dat we zeggen we doen het niet, maar als je op enig moment niet eraan ontkomt, wat kan je dan doen om te zorgen dat de schade zo min mogelijk is? Ja. En wij hebben het eigenlijk ook hierover gehad, er moet een weg zijn waarmee je het vaccin, zeg maar, dat het niet werkt. Dus we zijn eigenlijk heel blij even met jouw handreiking om daar nog even verder naar te kijken. Wat zijn dan de mogelijkheden? Ja. Ja. Nou, ik wil er nog iets toevoegen aan deze inleiding. Over dat COVID-19 beleid van de regering. Met de stelling, maar dat kan ik hier afleiden uit dit boek van dat ik ook uitgegeven heb, geldbeoordeling op bewustzijnskwestie. Een nieuw financieel stelsel vereist een nieuw beschavingsprincipe. Maar het is zo algemeen in het begin geformuleerd dat je het ook kan toepassen op dat vereisen naar een nieuw beschavingsprincipe op het huidige gezondheidsbeleid van de demissionaire regering. En dat is in het eerste zijn drie of vier essays, een essaybundel, dynamische geldfuncties. Een zinnig criterium voor het onderscheiden van positieve en negatieve geldwerkingen in organisaties. Maar in het begin heeft hij het helemaal niet over geldwerkingen. Hij heeft het over cultus. Hij maakt een vluchtige overblik over zich. Over de huidige situatie waar je steeds meer groepen ziet die elkaar met elkaar in de clinch liggen of tegen de regering aan het demonstreren zijn. En hij vraagt zich af, ja, hoe kan zo'n uiteenvallende samenleving nog bij elkaar worden gehouden? Want het wordt steeds chaotischer. En dan zegt hij, ja, Roelof Steiner heeft gezegd, dat kan alleen maar als er een cultus is. Waar iedereen naartoe opkijkt als datgene wat iedereen eigenlijk verlangt. Het ultieme goede. En dan zegt hij, ja, dat zegt hij dus hier. Pagina 14. Als we het dus afvragen hoe een dergelijk systeem kan functioneren dat zoveel innerlijke spanningen bevat, en die innerlijke spanningen die had hij toen al, toen hij dit zei, in 1984 had hij dat observeerd. Dit boekje is uitgekomen in 1996, dat is een tijdje geleden al, maar hij heeft dat zo'n ongelooflijk vooruitziende blik. Hij is een profeet eigenlijk. Nou begin, en hij zegt ook hier, dat heb ik ook aan de achterkant geschreven, gezien de grote veranderingen die we tegemoet gaan, kan men niet genoeg fantasie ontwikkelen bij het ontwerpen van nieuwe denkmodellen, waar misschien al te gauw een dringend behoefte aan zal zijn. Prachtig, ja. En hij zegt, het gaat erom wat zal de toekomstige positie van het individu zijn. En dat die positie van het individu wordt steeds meer en meer ondergraven. Die vrijheid van het individu, daar protesteren ook meer en meer mensen daartegen, maar die zetten ook opstaan. Hè? Maar ze moeten ook met iets op een alternatief komen. En dat ontbreekt vaak. Bijna altijd. Maar goed, dat is de eerste stap en misschien. En ik hoop dat ik dat zo kan formuleren dat het algemeen begrijpelijk is.
Maar dat is ook hier wat hij zegt. Hè? Nou, het zou ook in elkaar moeten storten als het niet door een algemene erkenning van het hoogste goed bijeengebracht worden. Broeder Steiner heeft ooit gezegd dat elke gemeenschap die niet door een cultus bijeen wordt gehouden, na verloop van tijd moet ondergaan. En hij beschrijft die cultus als de hoogachting, conservering en vermeerdering van het erdoor erkende hoogste goed, of van de hoogste goederen, die het sociale bindmiddel weven. Het is nauwelijks mogelijk om zich te vergissen wat voor soort cultus en zijn hoogste goed de beschaving van onze tijd bijeenhoudt. Het is de toekenning van de hoogste waarde aan het fysieke leven en het verzorgen van het lichamelijke bestaan, van de gemakken die het biedt en in het geval van nood het overleven ervan veilig stellen. Het is de dans om de gouden kolf van het fysieke lichaam, niet de heiliging van zijn schoonheid en wijsheid en van het vermogen tot overgave die erin aangelegd is, maar van zijn weegbare bestaan en biologische functie. En dat is nou precies hoe de regering die maatregelen onderbouwt. Ze willen de gezondheid van de bevolking, en daar bedoelen ze de fysieke bestaan en voortbestaan van de bevolking. Dat is niet alleen onze regering, maar nou, dat zijn alle regeringen die onder een mantel, onder het juk van die van het World Health, World Health, WHO, zijn gevangen bijna, zou ik zeggen. Ja. Dus waar die naartoe gaat, nou, dat is een verpand en ongelooflijk dreigend, is dat dit beleid, in plaats dat het naar gezondheid leidt op wat hij zegt, de oorlog van allen tegen allen. Ja. Waarin de apocalypse staat dat onze, deze cultuur, deze ronde, deze na-atlantische periode, die zou daarmee eindigen. Maar dat is niet bedoeld dit jaar of volgend jaar, dat is pas een paar duizenden jaren het geval. De mensen moeten zich nog voortontwikkelen voordat het zo geval is. Maar dit beleid, nou dat onderbouwt hij dus nu in die volgende zinnen. Hij zegt, de lichaamscultus is de uitdrukking van de religie die de mensheid tegenwoordig alom in zijn greep houdt. Dus je kan ook zeggen, ja, dit is gewoon een beschrijving van het nieuwe Arabisme. Arabisme, de verschijningsvorm van de islam. Deze religie is het materialisme. Het geloof of bijgeloof dat het materiële de enige werkelijkheid is. Dit geloof heeft een bepaalde grondstemming ten gevolge, die zich uiteraard vaak diep in het onderbewuste terugtrekt. Ja. Dit is het gevoel van zich niet thuis voelen in de onmenselijkheid van deze materiële wereld. En dat zie je steeds meer. Jonge mensen trekken zich terug, gaan in drugs zitten of plegen zelfs, denken aan zelfmoord. Ja. Dat is gewoon wat er nu gaande is, al een tijdje eigenlijk. Dit zich niet thuis voelen is een van de grondoorzaken van de neiging om bescherming in groepen te zoeken die zich nog verder in de beschermende omhulling van de fysieke en lichamelijkheid terugtrekt. Dus iedereen zoekt bescherming in groepen. Zo ontstaat de cultus van de bescherming biedende fysieke en lichamelijkheid, die eigenlijk een cultus der onmenselijkheid is. Want wanneer het enige werkelijke aan ons het vergankelijk vleeslijk lichaam is, dan zijn onze zielen geestelijke belevenissen, dus alles wat ons als het menselijke aan ons bewust wordt, slechts fantasmen. De sociale groepen zijn de verschillende cultusvormen van het materialistische geloof waar de lichaamscultus hoogtij voert. Maar het is altijd nog de uitdrukking van een akkoord dat vooralsnog de oorlog van allen tegen oorlog verhindert, omdat allen belang hebben bij lichaamsbescherming. Nou, dat is dus, hij heeft er één laag, heeft hij dus beschreven.
gaat hij nog dieper. Maar het is eveneens duidelijk dat de prikkels en verdovingsmiddelen van de materialistische culten niet voldoende zijn om zijn deelnemers op den duur over de zinledigheid ervan te blijven bedriegen. Het gevolg daarvan zijn de verschijnselen van sociale onrust, waartoe de nieuwe sociale groeperingen of cultusvormen dringen. Toen al, nu ook. Sociale onrust. Nu zou ik nog een ander gezichtspunt bij mijn beschouwing willen invoeren, maar wel opnieuw een gezegde van Rudolf Steiner. En daar zie je hoe hij dus Rudolf Steiner verdiept en actueel maakt. In zijn boek Theosofie lezen we de stelling: de mens is een gedachtewezen. Hij is dus niet een wezen dat zoals mineralen, planten en dieren uit natuurprocessen ontstaat, althans niet voor het eigenlijk menselijk deel van zijn wezen. Hij is niet, zoals de natuurschepselen, een wezen dat de inhoud van zijn wezen ontleent aan de algemene processen van de omgeving waartoe hij behoort. Dat is een opvatting in de sociologie, dat de mens gewoon een product is van zijn omgeving. Ja. Hij is een gedachtewezen, dat we zeggen een wezen die zich zijn wezen zelf op individuele manier moet en kan vormgeven. Want zijn gedachte moet en kan de mens zelf voortbrengen. En dan komt er dus een lapidaire zin. Zijn wezen is dus zijn opgave. Zijn wezen is zijn opgave bij een meditatie mantra. Hij is zijn eigen producent. Zijn zelfproductie hangt samen met een andere productie, die van de werkelijkheid. Dit is tegelijk zelfproductie. De mens komt als zelf uit zijn productie van de wereld voort. Dat wordt door de manier waarop hij lichamelijk georganiseerd is, veroorzaakt en mogelijk maakt. Nou, hier wijst hij op iets wat hij elders veel uitvoeriger heeft beschreven, dat wanneer je dus door een kennisproces waarneming en met een begrip verbindt, dat is eigenlijk ook die kosmische cultus, en dat je daardoor ook jezelf vormt. Het is een tweevoudige werking. Hier komt een andere cultusvorm uit voor dan de tegenwoordig dominerende lichaamscultus. Dat is een cultus van onmenselijkheid, waar tegenover nu de cultus treedt waarin de mens zich als gedachtewezen activeert en beleeft, de eigenlijke cultus de menselijkheid. Dit is een productiecultus, terwijl de lichaamscultus een consumptiecultus is. Nou, dan gaat hij nog even verder, voordat hij dus dit toepast op de verschillende geldvormen, die hij allemaal opvormt. Die hij niet afwijst, maar die volledig opvormt. Want dat is ook de eigenlijke bedoeling van dit essay, maar hij brengt het van het algemene. Hij geeft dus een hele algemene omschrijving van de huidige situatie en dan past hij het toe op het geldstelsel, ja. Maar je kan het ook toepassen op het beleid van de regering. En dit is dus iets waar kan je niet zeggen dat is complot denken. Nee, dit is gewoon een observatie die iedereen zelf kan maken. Dit is geen fantasie, dit is gewoon de diepere onthulling van waar we werkelijk mee bezig zijn. En wat ik cultus en wel productiecultus noem, is niets anders dan de ontwikkeling van een nieuw beschavingsprincipe. Het is die beschavingsveranderingen waarin velen ook inzien en roepen dat het de enige weg is die uit onze noodtoestand leidt. Door de materialistische gedragscultus is onze beschaving, in onze beschaving worden de mensen ertoe geïndoctrineerd om al hun vermogens in te zetten om de meest gunstige consumptievoorwaarden voor hun lichamelijke welvaart te scheppen. De idealistische gedragscultus daarentegen
richt de inzet van de menselijke vermogens op iets anders. Dit is juist in de richting van zelfproductie. Dat wil zeggen, de fysiologische, ecologische, economische en sociale voorwaarden die de beste ontwikkeling van zijn geestelijke vermogens de ruimte geven. Dus in de richting van de mogelijkheid tot een vrij onderwijssysteem. Terwijl de materialistische cultus de geestelijke vermogens van de mens aan zijn lichamelijke organisatie ketent, vastketent, bevrijdt de idealistische cultus de mens daarvan en maakt hij diens vrije ontplooiing in de zin van zijn eigen opgave mogelijk. Daardoor wordt niet alleen een totaal nieuwe levenshouding ten opzichte van de huidige zichtbaar, maar ook een volledig veranderd sociaal klimaat. Ja, zelfs een veranderd natuurlijk klimaat. Zie je, die klimaatcrisis, die zou hier dit moeten opnemen. Dat is ook in de zin van die kosmische cultus. En dat het bestaan van de mensheid en de aarde veilig wordt gesteld door antroposofische gedachten die bezield worden. Dat voert hij ook eigenlijk uit zonder dat te noemen. Ja, dan zegt hij, ja, ik schijn van mijn thema afgedwaald te zijn. Want het moet gaan over geldwerkingen, weet je. Ja, denk je. Ja, want dit is een lezing, dat heeft dus opgeschreven. Dat zich met geldordening, het financiële systeem, met de werking van het geld zou bezighouden. Maar, in tegendeel, ik wilde de voorwaarden scheppen om duidelijk te kunnen maken op welke manier het beschavingsprincipe van een gemeenschap de geldordening beïnvloedt en omgekeerd de geldordening het beschavingsprincipe. En hoe daaruit de mogelijkheid ontstaat om gunstige en ongunstige werkingen te kunnen onderscheiden. En nu gaat hij het hebben over heilig en onheilig geld. Om dit te kunnen verduidelijken op een manier die de menselijkheid, moet ik uiteraard nog een verdere gedachte in mijn beschouwing opnemen. De lichaamscultus cultiveert de handhaving van het lichaam en de vermeerdering van diens gemakken. Het leidt echter tot het tegendeel waarvan hij geïnteresseerd is, namelijk tot lichaamsvernietiging en ecologische catastrofe. Dit zijn, denk je dan al erg genoeg, maar het wordt nog erger. Want het is ongelooflijk radicaal wat hij hier uitspreekt. Bijna radicaal heb ik het nog nergens gelezen. Die radicale onderbouwing van waar we eigenlijk het randje van de afgrond balanceren. Dit zijn echter tegenover de radicale vernietigingswerking die van de lichaamsverering uitgaat, nog vernietigingswerken van een mindere soort. Want de absolute definitieve vernietiging is de vernietiging van de betekenis van de lichamelijkheid en de belichaming. Waarom hebben we een lichaam? Wat moeten we daarmee? De betekenis van de fysiologische basis van ons bestaan is immers om de grondslag voor onze vrijheid, voor onze ideële zelfproductie te zijn. De mens is een zelfproducent, maar daarom heeft hij een lichaam nodig. Dat is de fysiologische voorwaarde. Want wanneer ons lichamelijk bestaan tot een rang wordt verheven om ons geestelijk bestaan aan het concentrische inzetten van vaardigheden te ketenen, in plaats van het vrij te maken, wordt het van zijn betekenis beroofd. Deze vernietiging van zijn betekenis, hij zegt het hier zelf, is de radicaalste vorm van lichaamsvernietiging. En daarmee mensenvernietiging. De lichaamscultus moet dus tot existentiële mensenvernietiging leiden, die veel vreeswekkender is dan de materiële. Indien de lichaamscultus al zijn deelnemers in een bedrijf verstrikt, waarin een ieder deelneemt aan de vernietiging van de betekenis van het menselijke lichaam, en daarmee van de menselijkheid überhaupt, viert hij de oorlog van allen tegen allen. Ik geloof dat iedereen zich tegenwoordig moet afvragen
Of hij aan de voorbereiding van die oorlog wilde deelnemen, of liever aan het voorbereiden van maatregelen die deze oorlog kunnen voorkomen. Ja, dat is wel, dat is, als je het voor de eerste keer hoort, nou, dat is verpletterend. Voor mij was het zo, hè. Jezus, dit is een ongelooflijke betekenis die hij daar aan de huidige situatie geeft. En dan, nou, dan zegt hij, van hieruit wordt een aspect van het geldwezen zit, maar waar ik een grote betekenis aan heb. Nou, daar ga ik hem even stoppen, want dat was niet de bedoeling dat ik nu over geldwezen ga praten, maar de bedoeling was om aan te tonen dat het gezondheidsbeleid van de huidige regering in die zin gebaseerd is op een lichaamscultus, dat leidt tot de oorlog van Holland tegen Holland. En dat zou eigenlijk moeten, ja, er kijken misschien een paar mensen hier, maar ik hoop het dus in het boekje over die lezingen, hè, van de kosmische cultus. Want dat wordt hier op een actuele manier, de grondslag. En ik probeer dat op basis door te zetten, door te trekken naar het huidige. Ja. Maar dat is legitiem. Ja, zeker. Dat is inzichtelijk, evident. Zeker, ondersteunend om dit te horen en het af te zetten tegen alles wat er nu gebeurt. Ja. Eerlijk gezegd. Ja. Het geeft woorden en betekenis. Ja. Het geeft dat is ook wat hij zegt, een van de grootste euvels van onze tijd is de zinloosheid van het bestaan. Ja. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. Weet je, en dan hebben ze, en dat is ook een idee van Herbert Witzerman. Ik kan nog even doorgaan tot een uur 4 en dan kunnen we wat koffie of thee gaan drinken beneden. Hij zegt, dan kan je twee dwaalwegen ingaan. Je kan in de macht of in de onmacht vallen. Je kan proberen mensen door macht oefening te dwingen. Waardoor je dus onvrij bent, want als je dus mensen afhankelijk van je maakt, ben je onvrij. Of je kan weglopen en in onmacht vervallen. Zeg je dat in drank en wat je noemt, drugs of wat dan ook, of gewoon je af. Dat zijn twee dwaalwegen die als je dus niet in staat bent betekenis aan je leven te geven, dan kan dat gebeuren. Nou, maar goed, dat wilde ik dus eventjes aan de hand van dit boekje. Ja. Prachtig. Naar voren brengen. Ja. Even kijken. Nou, we zijn een beetje dus eigenlijk toegekomen omdat eigenlijk de opdracht was, namelijk omdat dit boek wat ik dus vertaald heb, het eerste hoofdstuk te gaan lezen. Nou, we kunnen twee dingen doen. We kunnen nu misschien de inleiding gaan lezen van mij en het voorwoord. En dan een pauze maken, of daarna het eerste hoofdstuk gaan lezen. Of we kunnen nu een pauze gaan maken. Ik vind het wel mooi. Nu maar even een pauze maken. En dan daarna de pauze, het voorwoord en het eerste hoofdstuk. Hè? Ja. Want het, misschien heeft het bezinnen wat daar geklonken heeft. Ja, zeker. Zullen we het zo doen? Ja. Dan maken we nu dus een pauze. Ja. Ja? Oké. Okay.
Nou, even kijken, beëindigen of... Nou, ik weet niet hoe je dat nu op een pauze moet stellen. Maar ja, dan beëindigen we het maar even.